Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Het is vroeg. Jordi slaapt nog. Die andere twee dakduiven die zijn al wakker. Die zijn hier aan het spelen. Want ik heb gisteren de woonkamer verzet. Ik heb het kastje daar neergezet. En gepoetst en gedaan. Dus ik heb het een en ander gedaan hier. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Joh, die is niet lekker. Maar die slaapt nog. Lekker laten slapen. Want als je ziek bent, dan moet je rust hebben. En rust is genezing, denk ik. Zoiets. Weet ik het. Dus dat. Het loopt gewoon zoals het loopt. Ik ben vandaag gewoon de hele dag thuis. Nou ja, niet helemaal, want ik moet vanavond naar de tandarts. Naar de smoelensmid. Dus moet ook een keer gebeuren. Dus als Niels straks thuis is en we hebben gegeten, kan ik tanden poetsen, flossen. En er vandoor. Ik ben net nog bij Jordi geweest, die slaapt nog. Het is nu 10:10. Ik tegen 10:30 maak hem wakker. Want dan is het echt al genoeg geweest wat dat betreft. Anders slaapt hij straks helemaal niet meer. Maar het kind kan uitslapen. Dus als je slaapt, heel je. Dus dat is goed. Die twee etters die hebben alweer fruit. Dus die zitten lekker te kanen. En ja, dat. Ik ga zo dadelijk beginnen aan de fles van Jordi. Dat die vast klaar staat. En we gaan het zien hoe het loopt. Het kind slaapt in ieder geval nog steeds. Dus, en vast ook. Dus ik geef hem geen ongelijk. Maar wouden wij vroeger altijd lekker uitslapen. Nu ken ik dat niet meer, want ik heb van die pokkenjong. Ik ga Jordi wakker maken. Het is bijna 10:30. Jordi, wil jij wakker worden, jongeman? Hé, hey, schatje patatje. Hallo. Jordi. Koek, koek. Hi, wil jij wakker worden? Hallo. Even mijn sok goed doen, want als ik daar moet opstaan, dan... Turp. Zo. Zo. Ja, zo beter. Jordi. Ja? Heel lekker ding. Och jongens toch. Oh. Hey manneke. Nee. Nee manneke, wil je wakker worden? Wil je wakker worden? Och, jongen, toch. Och, jongen. Wil je even goed zitten? Zo. Zo, kom maar even voelen of jij nu gelijk een schone luier moet. Nee, dat is niet. Zo. Hoi. Mijn kinderen moet je niet heel snel wakker maken. Mijn kinderen die worden gek als ze heel snel wakker gemaakt worden. Mijn kinderen moeten rustig wakker gemaakt worden, want dan zijn ze vrolijker. Net als hun mama. En Jordi is nog niet zo heel erg daarin. Maar Liam en Sam, als je die wakker moet maken. En dan is Liam de ergste. Die is echt, dat is een ramp. Jordi is minst erg, hè? Niet wakker worden, moppie, poppie. Doe je oogjes open.
Je oogjes open. Jawel, oogjes open. Oogjes open. Mama wil loskloppen. Lijkt alsof ik heel hard klop, maar dat doe ik niet hoor. Maar dat vindt hij fijn. Hij kan namelijk niet goed uitroesten, dus meestal doe ik het dan zo. En dan kan hij. Dan vindt hij wel prettig. Mag hoesten. Mag jij gewoon. En je bent niet in staat om naar beneden te lopen, hè? Dus moet mama jou gaan tillen. Kleine vis. Ik hou van jou. Kom, hey, mama vasthouden. Dan gaan we naar beneden. Mama goed vasthouden. Wil je nog niet naar beneden? Maar schatje, het is al 10:30, hè? Het is al heel laat. Mama heeft jou al heel lang laten slapen. Ja. Oh, man. Zo, Jordi is compleet verzorgd. Ik heb alles gesmeerd en gedaan. En hoppa, 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 poppa, poppa, poppa. Hij heeft een fles zover op met paracetamol erin voor de zekerheid. Want hij heeft last van iets, snotteren. Maar waar hij nog meer last van heeft, I don't know. Dus als ik daar iets van verlichting in kan geven, dan is dat. Nu zit hij lekker even een filmpje te kijken, want ik kan nu verder niet veel met hem. Want omdat hij dus niet lekker is, krijgt hij ook snelle buikpijn, et cetera. Dus daar moet ik allemaal rekening mee houden. We gaan gewoon zien hoe het vandaag loopt. En hoe hij zich verder voelt, et cetera. Dus, komt goed. Nou, de kindjes hebben gegeten. Ik had een frikandellenbroodje en kaasbroodje afgebakken. Liam wilde dat niet. Liam wilde gewoon een boterham met pindakaas. Dus die heeft hij ook gehad. Ze hebben gewoon lekker gegeten. Ik heb vandaag gewoon een keer een gewone lunch gemaakt. Gewoon in principe zeg maar niks extra's apart. Dus vonden ze prima. Vonden ze lekker. Jordi heeft ook gewoon goed gegeten en gedronken. Dus alles gewoon prima. Nou ga ik zelf voor mijn eigen even eten maken. Ik ga lekker een broodje met kaas eten. Of een broodje met kaas. Je zal natuurlijk denken, Mandy, waarom een broodje kaas? Ik kan heel slecht tegen bladerdeeg. Daar hoor ik echt, kan ik niet zo goed tegen. Dus vandaar dat ik mijn eigen broodje maak. En dit is gewoon een pietenbroodje. Die heb ik al afgebakken. Daar zit kaas op. Ik wou het eigenlijk vanaf het begin filmen. Maar ik heb nou eenmaal kinderen. Dan pak ik Italiaans kruiden. Daar doe ik wat van overheen. Dan doe ik dit lekker terug. Dan plaats ik het kapje op het pitabroodje. Dit gaat nog even, ik denk een minuut of drie terug in de oven. En dan is dit mijn broodje kaas. Wat ik ook lekker vind bij een pitabroodje is dit. Toppenade, de lekkerste vind ik persoonlijk van de Albert Heijn, maar deze had ik al in huis. Dus ik ga het jullie even laten zien. Gewoon toppenade en er gewoon bovenop zo. Hoppakee, lekker man. Gewoon lekker dik. Daar word ik gelukkig van. En
nee, ik krijg ze niet allebei op. Maar ik heb kinderen die dadelijk mijn broodje kaas komen grappen. Dus ik denk dat ik een kwart van dat broodje op krijg en de rest van dit. Maar het ding is, Liam komt niet zo snel jatten. Meestal is het Sam. En ja. Dus vandaar dat ik altijd twee broodjes maak eigenlijk. Meestal wordt het gewoon bij me allemaal weggekaapt. En dat vind ik niet erg. Maar ik hou er wel rekening mee. En als ik het niet opkrijg en ze komen niks kapen, is het ook geen probleem. Maar ik heb ook nog een hond. Dus vandaar. Ik heb hier al een haastje staan. Hier heb je een filmpje. Mee proeven? Nee. Mee proeven? Nee. Oké. Okay. Die andere aasgier heeft het nu nog niet helemaal in de gaten. Ik had het nog niet gezegd hoor. Wil je happen? Wil je proeven? Happen dan? Nee, happen. Happen. In je mond. Hij vindt het niet tof. Maar ik kan nooit rustig eten. Oh, het zit zelfs op mijn tanden. Hij loopt nu daar. Maar die komt dadelijk weer terug. Ja hoor, daar gaat hij. Je hoeft naar je plaats. En snel. Dus mijn eerste stukje is al weggekaapt. Ik ben naar de smoelens met geweest. Ik heb geen gaatjes. Dat plekje daar, dat is gewoon echt omdat mijn tanden gewoon slecht zijn. Van de gastric bypass. Dus geen gaatjes. Ik heb gewoon hele slechte tanden. Ik kom heel veel calcium tekort. Ik pak calcium bij. Maar hey, hè? Dat is niet zeg maar het je van net. Maar goed, ik had eten gemaakt. Niels heeft kindjes naar bed gebracht. Ik had eten gemaakt. Ik kan niet in de snelheid eten. Dus ik heb een paar happen genomen. En toen zei ik tegen Niels, ik hoef niet meer. Ik zeg, want dan moet ik snel eten en dat gaat niet. Dus ik heb een pita broodje afgebakken en dan ga ik even kaas op doen en even eten. En dan ga ik brood smeren. Niels heeft de rest allemaal opgeruimd. Ik moet even de keuken doen. Want ik denk dat Jordi morgen wel gewoon naar school gaat nou. Kijk even hoe hij vannacht slaapt. En dan maken we die keuze. Dus ja, dat. Maar voor nu ga ik eerst even wat eten, want ik heb echt trek nu. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi en Liam weggebracht. Jordi ging op zich wel beter. Sammy is in slaap gevallen ondertussen, maar die was vanochtend ook al om. 4:30 op of zo. Ik ga nu naar huis rijden. En ja, dat. Ik wil me even helpen goed zetten zo. Zo. Ja, goed zo. En waar moet de tafel staan dan? Is de tafel hier? Stoeltje daar? Weet zo? Papa. Ja, dit is de papa. Dit is de papa. Nee. En dit is de mama. En waar is de baby dan? Oh, hier is de baby. Baby. Je bent ook de baby van het gezin, hè jongen? Uh-oh. Wow! Wow! Er zit een kindje in bad. Die zo, bad. Er gaat het kindje naar bed. Kind naar bed.
Hier, kijk, kindje hier naar bed. Hier zo naar bed. Kindje zo. En dan gaat het kindje zo. En dan doet hij. Goed zo, onder het dekentje. Goed zo. Doe daar. Zeg je slaap lekker. Jee, goed gedaan. Jee. En nou? Gaat het babytje ook naar bed? Babytje hier. Babytje hier. Voor babytje inleggen. Goed zo. Babytje ook naar bed. En dan zeg je slaap lekker. Ja, goed zo. Goed zo, hoeft er niet helemaal in te passen. Doe hem zo, dan zeg je zo. Slaap lekker, baby. Goed zo. Half uur verder. Hij is er nog steeds mee aan het spelen. Het is nog geen tijd om Jordi op te halen, maar ik ga wel Jordi ophalen, want hij is niet lekker. Dus Sam die is een beetje over de zijkant, hè. Het is niet normaal wat we nu doen. Dus maar ja, ik ga hem halen. En toen was Jordi weer thuis. Nou, ik heb nog 2 uurtjes ongeveer en dan moet ik Liam op gaan halen. Ik ga lekker kazantjes voor ze maken. Want dan weet ik zeker dat Jordi wat eet. Want hij heeft zijn fruit nog niet eens aangeraakt. Dus als je niet lekker bent, krijg je altijd wel lekker. We hebben Liam opgehaald. Jordi heb ik net al een koekje gegeven. Liam en Sam zitten lekker chips te eten. En Joef ga ik nou naar de gang doen. Want die zit alweer te azen. Lopen! Dus ja, hij had goed gedaan op school vandaag. Dus alleen maar mooi. Een hele goede morgen. Ik heb Liam en Sam net weggebracht. Jordi zit in de auto te snotteren. En we gaan nu naar huis. Niels die is vandaag ook thuis. Hij is nu zijn bus naar de keuring doen. Kijken wat daarmee aan de hand nog is. En wij gaan nu gewoon lekker naar huis. En wachten op Niels, zodat ik even naar de winkel kan zonder Jordi. En dan zien we wel weer verder hoe de dag loopt. Niels, waar zijn we? Waar zijn we? We zijn bij de Subway. We zijn even met Jordi een broodje aan het eten. Dat is wel altijd een opgave. Waarom doen we dat niet altijd? Maar we moesten nog wat dingen gaan doen en we hadden honger. Ik heb een chicken teriyaki app, een wrap. Wat heb jij? Ja, zo'n broodje. Ja, iets van chili cheese steak-achtig iets. Ja. En Jordi heeft gewoon een broodje hamkaas. En een koekje en een frisbee. En Niels heeft iced tea peach en ik heb gewoon iced tea. Dus wij gaan even verder eten. Slikken. Goed zo, nog een slokje. Dankjewel. Nog 1 slokje. Goed zo. Nou, Niels is dus thuis en we zijn net thuis gekomen. We hebben even gauw boodschappen gedaan, zodat ik de komende
paar dagen nog even vooruit kan. Ik weet namelijk niet hoe het gaat met lopen met Jordi. En morgen zijn sowieso die twee etters van de Bambix-bende ook thuis. Maar Niels, wat gaan we doen? Wat ga jij doen? Jij gaat dat doen, Erik. Traphekje bij de trap maken. Want? Dan kunnen kan Lian voortaan zelf naar de wc. Ja, want Lian wil dat graag. En we willen hem daarin stimuleren en laten zien van dat het mag. Dus we gaan een extra traphekje plaatsen bij de trap. Zodat dat voor Liam ook wat makkelijker wordt. Daarnaast, we hebben heel veel dingen in de douche. Ik ga het even laten zien, want ik kan hem gewoon beter laten zien. Ondertussen, ik had wasmiddel meegebracht. Zo. We hebben heel veel dingen in de douche waar we ons eigenlijk toch wel erg aan storen. En wat gewoon echt gedaan moet worden. Een andere spiegel. Spiegel is kapot. Is niks meer. Of ja, kapot. Die dingetjes. Het ziet er gewoon niet meer uit. Dit ding vind ik ook dus niet mooi. Dat heeft Niels toen gekocht. En ik dacht, hoe heet dat ding? De kraan. Die lekt. En is ook met warm maken en alles is ook gewoon lastig. En dan bij mijn grootste irritatiepunt. We hebben geen lamp. Ja, we hebben een lamp. Ziet er gewoon niet uit. Dus ik zei tegen Niels. Van nou. Ik zeg. Met een klein bedrag. Zeg dan denk ik dat we wel. Die douche een beetje kunnen opfleuren. Dan hoeft daarna alleen die douche nog maar geschilderd te worden. En dan is de douche klaar. Voor ons zeg maar. Op dit moment. Dus dat is wat we bedacht hebben. Dus Niels gaat lekker klussen. Ik ga lekker hier rommelen. En mijn eigen dingetjes doen. Jordi daar eten geven, et cetera. En om 3 uur moeten de kinderen weer opgehaald worden. Om 3:30 of 4:30 is de oppas hier. En Niels en ik gaan dan even naar de stad toe. Want ik ga mijn ogen laten testen. Ik heb de laatste tijd heel veel hoofdpijn. Ik heb eigenlijk een bril, maar ik gebruik hem niet. Heel eigenwijs. Maar ik moet wel even mijn ogen laten testen. Het is al te lang geleden. Dat was denk ik voor Jordi's geboorte. En mijn ogen laten testen. Dus ja, vandaar. Dus dat. En dan als er een bril nodig is, gelijk een bril uitzoeken. En dan gaan we zien hoe het verder allemaal loopt. Maar dan heb ik in ieder geval dat stukje alweer voor van mijn lijstje afgestreept. Voor mezelf te zorgen. En om iets in huis aan te pakken. Ondertussen hebben we alweer heel veel gedaan. Ik heb beneden gepoetst. Toen is de oppas gekomen. Liam en Sam zijn thuis gekomen. Wij zijn toen naar de brillenboer gegaan. Mijn ogen zijn eigenlijk perfect. Maar omdat ik heel veel inspanning lever, zeg maar, met mijn ogen. Heb ik heel snel hoofdpijn en alles. Dus ik heb min 0,75. Hij zegt, het kan ook min 1 zijn. Hij zegt, maar zegt hij, dit gaat je wel rust geven. Dus ik heb ook gelijk een zonnebril aan laten meten. Dus een bril en een zonnebril. En ik heb vaak met autorijden een zonnebril op. Dus dat is wel nodig. Maar hier in de badkamer, ik heb hem net schoongemaakt, is ook veel gebeurd. Niels die heeft dat ding geïnstalleerd. En een andere douchekop met dit, zodat het weer één geheel is. Want dat was het niet. Een lekkere lange spiegel. Normaal moet Niels altijd bukken. En dat hoef je nou niet meer. Dus dat is ook mooi. En de lamp. Die heeft hij ook helemaal gedaan. Dus de douche is voor nu klaar. Ik heb alles helemaal schoongemaakt. Dus er kan weer gedoucht worden. Nu ga ik heel eventjes wat was opruimen. En zo dadelijk Liam, Jordi en Sam gaan we naar bed doen. Dan moet Niels nog heel even één ding voor het traphekje gaan maken. En dan is het alweer zover. Morgen blijft Jordi sowieso nog thuis. Om hem even die extra ruimte te geven. Is wel nodig, hebben we het idee. Dus vrijdag gaan we het al zien. Een hele goede morgen.
Jordi is net wakker. Liam en Sam zijn al even wakker. Hi, Dikko. Jordi, hallo. Heb je gepoept? Volgens mij wel. Hallo. Hallo. Licht, hè? Hé, hey, jongen. Wat is het? Oh, echt? Wil ik even slapen? Nu mijn mama. Kom. Ik vraag. Och, manneke toch. Hé. Ik wil lekker slapen. Volgens mij wel. Volgens mij wil je lekker slapen, hè? Ja. Kom, je moet goed doen. Hoppakee. Hoe? Je voeten goed doen, jongen, man. Moet je knuffelen? Ja, even knuffelen. Echt? Jij mooi, mensen. Dag, mensen. Ja? Oh. Hi. Nee, we gaan niet klappen. Ik ben je mama aan het spelen. Lekker ding van me. Nee, we gaan niet klappen. Nee, we gaan niet klappen. We doen niet aan klappen. Gaan we naar beneden? Mama heeft je fles al klaar. Ja? Au. Gaan we naar beneden, jongen? Mama, je fles doen, je luie doen. We hebben een meldpaaltje te melden, hè? Want jij werd elke keer boos als je op de wc moest hier, hè? En nou heeft hij net gewoon geplast hier op de wc. Doen we straks nog een keer oefenen, hè? Straks nog een keer naar de wc, hè? Oké. Ja, doen we straks, hè? Dus, we zijn trots op Kijk. Ja, ze zijn heel trots op jou, hè? En je doet de hele ochtend al lekker spelen en lief zijn. Ja. Pardon. Mama is zo trots op jou. Mama. Hij gaat zo met stappen vooruit, hè? Hij doet echt goed. Hij kan ook wel eens echt vervelend zijn. Maar ik moet zeggen, vandaag... Ik kan heel trots zijn op dit manneke. Mama. Ben je ook trots op mama? En Joef is ook trots. Joef! Niet vasthouden, niet vasthouden. Joef mag gewoon knuffelen. Wil je Joef knuffelen? Hi. Ja, hi, hè? Nee. Mama, kan je niet vasthouden. Je valt. Dus dat. Sam die ligt lekker op de bank te hangen. Jordi die zit langs de bank te hangen. En Liam zit lekker bij mij de hele tijd te hangen. Liam is vandaag mama's kindje, denk ik, of zo. Ja? Wat ga je doen? Maar zo werkt dat niet. Kom maar neerzetten. Doe me laten zien hoe goed jij drinkt. En je bent al koekjes en chipjes aan het eten. Sam heeft geen honger, maar Sam heeft echt heel goed gegeten. Geluncht.
Sam, die had ook jouw croissantjes opgegeten, hè? Ik had croissantjes met kaas, doe ik al vaker. Had ik tosti van gemaakt. Dus ja, die vindt altijd heel lekker. Nee. Wat? Nee. Jij wou je tosti niet eten, hè? Nee, dat dacht ik al. Maar hij is wel al 3 keer naar de wc geweest, dus dat is allemaal goed. Waarom zit je aan mijn oor te trekken? Mama's haar. Haar. Oh. Dat is mijn oog. Goed zo. Oh. En waar is mijn neus? Neus. Goed zo. Mond. Oh. Dat is oog. Goed zo. Wenkbrauw. Dat kun je niet uitspreken. Wenkbrauw. Nee. Dat zijn nagels. Mooi. Mooi? Vind je mama's nagels mooi? Nee. No. Moet ik ook? Oké. Nee, ik heb nou ben nu alweer weer genezen. Taxi. We krijgen 1 beker taxi per dag. Dat is ook een keer iets anders dan Ranje, hè? Dus dan krijgen ze 's middags wat op. Hallo. Hoe is het? Mama, dikke kus. Hij is echt vandaag mama's kindje. Ik kom niet van hem af. Maar ik heb wel al vandaag weer 5 wasjes gedaan en opgevouwen en opgeruimd. Dus dat wil wel wat zeggen. Dat betekent dat de kindjes lekker rustig zijn vandaag. Want als ik dat niet kan doen... Dat doen. Ja, wat dan? Papa. Die is werken. Die centjes verdienen. Papa, centjes verdienen. Papa. Papa. Centjes verdienen. Centjes verdienen. Papa. Ja, centjes. Zo. Centjes verdienen. Papa. Centjes verdienen. Papa. Oeh, a, i, oeh, i, a, i, oeh. Oeh, ha, oeh, ha, oeh, ha. Goed zo. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Luister. Ba 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 ba. Ba ba ba. Ik hoef geen. Au. Ja, dat. Ik hoef geen cosmetische chirurgie, hè, vriend. Ik heb graag mijn. Nee, mama hoeft echt niet, schatje. Man. Is van Liam. Is van Liam. Nou, dus zo gaat het al de hele dag. Maar hij wil wel delen, dus dat is wel weer lief, maar ik doe het niet. Nog even, je gaat dadelijk ook nog je snot delen met me, want dat deed straks ook dit zo. En dan, mama. En bij mijn mond houden. Daar ging het bijna, hoor. Het was er weer de volgende dag. Ja. Gisteravond alles klaargezet, want Sam krijgt vandaag buisjes. Nou, dat is gegaan, krijg je te zien in de volgende vlog. Nee, is een grapje. Het is allemaal goed gegaan, hij komt er alweer aan. Dus bij deze, ik ga deze up's en down wel afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.